Haha, hey mensen, top dat jullie kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we staan hier even van het uitzicht te genieten, hè. Wat verdikke. Mooi, hè. Zo. Hey, maar we hebben hier nog één lelijk dak. Kijk, hier, van het huis. En daar gaan we vandaag slopen en daar komen straks ook van die mooie platen overheen. En ik zeg we, want dat ga ik niet alleen doen, want ik heb hier namelijk naast mij JP. Ja, morgen zijn we weer een dagje. Ja, gezellig. Leuk. En natuurlijk Jasper. Goedemorgen. Ook weer van de partij. Ja. Zo. Hey, ik denk dat wij dit dak wel klein krijgen. Ja, ja, en het is niet alleen het dak, maar ook, kijk, die schoorsteen, die moet er ook af. Daar komt straks een ander rookkanaal op. Net als die schotel die daar zit bijvoorbeeld, moeten we eraf gaan halen. Die dakgoten moeten we er slopen. Ja, dan hebben we daar nog van die mooie schuifdeuren zitten. Ja, dat is eigenlijk zonde om die mee in te laten bouwen, om het zo maar te zeggen. Want die liggen dan dadelijk binnen onder het dak. Die wilde ik misschien nog een keer ergens anders voor gebruiken. Alleen, als we nou het dak dichtleggen, dan kunnen ze er niet meer uit. Want ze zijn hartstikke groot en dan moeten ze via de trap naar beneden. En nou hebben we ook een hele mooie kraan erbij staan. Dus zou een gemiste kans zijn om ze nou niet eruit te schroeven en gelijk met de kraan naar beneden te hijsen, nou het nog kan. Dus dat willen wij ook proberen te doen. Ja, en dit, hè? Het zwembad leeg. Inderdaad. Hieronder zit onze keuken. Dus als we dit nou gewoon dat folie eraf beginnen te scheuren, ja, dan loopt natuurlijk altijd water op het plafond en dan heb je met alle gevolgen van dien. Dus we moeten dit ook een beetje droog maken en zo. Ja, en dit kunnen we ook alvast slopen. Het hout en zo. We moeten wel heel voorzichtig zijn met dit zeil, want we hebben hier was een plankje opgevallen met een paar spijkers en een paar gaatjes, echt van die kleine speldenprikjes. Ja, het begon gelijk te regenen joh, daar in de keuken. Het was een geluk dat die gasten van de dakdekker hier toen waren en die hebben toen nog gauw nog even mee geholpen om daar dit boel even dicht te plakken. Dus we hebben daar nog wel die lekkage hebben toen nog wel even opgelost, om het zo maar te zeggen. En nou maakt het voor dit dak niet meer uit, maar dit moet natuurlijk echt niet kapot hebben. Dat zou heel erg zonde zijn. Ja. Oké. Okay. Stel wel lekker zo. Ja. Goed zo. Ja, dat is perfect. Tegen de vogels. Zo. Ga die paard doorvoeren. Op van de kant naar hoe. Oké dan. Oeh, dat zijn lege. Ja. Gaat ie. Nou dan. We hebben er alsof in het slap. Stevige. Ja. Ik denk dat je hem zo wel verkleiden moet. Dat is wel. Ja, ja. Oh. Hoppa. Dat is mooi. Deze. Dit ook.
daar aan. Een beetje rommel. Ja. Ah, een spoutje denk ik. Ja, best wel, maar wel behoorlijk. Nou, dat lijkt wel gewoon het rookkanaal. Ja. Vriend, nee, ik zie die buis daar lopen. De beesten daar allemaal onder willen zitten, joh. Oh. Dat hier loopt zijn gewoon de verwarmingsleidingen volgens mij. Die komen gewoon vanaf de cv. Die gaan hier door de muur en dan gaan ze, want de cv-ketel die hangt hieronder. Vandaar dat ze rond dat het koud had. Ja. Dus hier om het dakterras te verwarmen. Hoppa! Duwt hij hey. Zo is het. Dit ding mag eruit, hè? Goed eruit. Ja, dat ging vanzelf. We hebben ze ook een stukje open gehad. Ja, ik moet even een echt schroefdraaier. Nou, iedereen ik zal ze kracht zetten. Ja? Oké, okay, trek hem eruit. Ja, kapot hè? Ja, dan springt uit de gas eruit. Dan zit de corsair nog steeds in. Nou, dat was inderdaad klaar. Dat was bang voor. Hij is er niet, het los wordt niet, maar wel voor mij. Nee, dat dacht ik al. Ik ben de glas te kapot. Ja, maar dan kun je. Hey. Ik denk gewoon, ik moet een steekschop meenemen. Hier. Ja, mooi. Ja, mooi. Dit is wel los goed gedaan. Los goed. Hebben we hem even geschept? Ah, joh. Ja. Wat gaan we ermee doen? Gaat lekker. Hele dakleer is er al af, hè? Dakramen eruit. Nou moeten we aan deze kant die isolatiepanelen nog weghalen. Ja, heb je al gezien wat wij ontdekt hebben ook, hè? Wij horen altijd allemaal gerammel en zo boven op dat plafond hier. Moet je kijken. Oei, ze hebben hier een feestje gehouden, kijk, zie je dat? Hey, zie je dit ook? Aangevreten elektriciteitskabels. Niet goed hoor. Een feestje gehad hier. Ja. Nou, ze hebben hier nog geregeld feestjes, want ik hoor ze altijd. Waardeloos. Ja, ik wil het liefst geen vergif strooien eigenlijk, want wij hebben ook uilen en zo. Dus dat is ook weer niet helemaal de oplossing. We hebben wel valletjes gezet, maar dat... Dat is toch ook niet afdoende. Hier ook. Zou het daar ook geweest? Ja, er zijn wel nesten onder, hè. Hier. Ah, hier valt het wel mee, toch? Ja. Hoi, dat is er eentje. Oei, die had te hard gefeest. Die heeft het heftig gehad hier. Gadverdamme. Dat ziet er wel raar uit ook wel. Nou, even scherp stellen. Ja, kom even dichtbij. Die ziet er maar raar uit. Ja, die ziet er gewoon een dood uit. Je wilt toch altijd proeven, Tom? Ja! Ja! Nou, dit keer niet. Toch niet? Ja, het vindt. Toepla! Oké. Nou, dan gaan we zo kijken naar die schuifdeuren. Want nou hebben we de kraan erbij en dan kunnen we ze naar beneden hijsen. Ik kijk gewoon even. GU. Waar staat er? GU. Schiebetuur demonteren. Nou, laten we dan kijken. Het zal Duits zijn. Terrasse kip schiebetuur GU getriebe begriff. Nee, wat is op YouTube? Ken ik geen goed Duits? Nee.
Ja. Deze willen we graag wel heel demonteren. Huh? Maar hoe zit het ding vast? Allemaal van die plastic prul en zo. En als je niet weet hoe het zit, dan breek je het dan mee kapot natuurlijk als je ergens gaat frikken. Dus dit moet gewoon uitgeklikt kunnen worden, dit bijvoorbeeld. Maar, hoewel, dit hoort weer bij de kozijn. Dit hoort bij het kozijn denk ik allemaal. Deze bedoel je? Ja, wil je die laten zitten? Deze? Ja. Die mag weg. Nee, het bovenste bedoel ik. Deze? Ja, die moet eigenlijk wel blijven zitten, dat is een gording hè. Oké, ja, dus wel, die ga je wel behouden. Hier gaan we weer op verder straks. Ja, precies, dat bedoel ik. Nee, ik wou zeggen, dadelijk zeg je van ja, die moet eruit, dat moet er ook zo heen ingelegd worden. Nee, in principe manier. Hoeft dat niet. Deze kunnen we in principe wel gewoon zo gebruiken, die heeft de steun zat. Kijk eens aan. Ja, nou pel hem gewoon af. Ja. Kijk, je kunt hem zo uitpakken. Als je een beginnetje hebt, hebben. Denk ik. Ja, dan kunnen we deze dadelijk losklikken. Maar dan kan hij nog steeds niet uit. Nee, ik dacht. Nee. Dat is ook niet klaar. Ja, zie dat nog aanpakken. Ja, dan kan hij daar niet verder. Maar nou zouden we hier wel dit profiel eruit kunnen halen. Maar ik kan hem net niet uit. Jawel, ik heb hem hoor. Hoe kan dat nou niet? Hij zit hier strak vast boven. Ja, jij niet? Nee. Jawel, jij ook toch? Nee, nou staat hij voor mij weer goed. Ik heb hem. Ja, hier wil ik niet. En nou, ik kan hem nou niet. Als we hem nou jouw kant op trekken, voorzichtig. Nou, nu kun jij tillen, toch? Want ik heb hem nou bovenin bij je ruimte, als goed is nou. Nee, dat zit daar niet. Hoor, oh, anders zeg het niet. Iets op, dat heb ik. Ja, dan moet nou aan jij ruimte. Ja zeg, hij kan er gewoon net niet uit. Ik wou het zeggen, bij jou is het heel strak. Trek hem op eens mee dan. Ja. Zie je, hij staat wel een beetje getorst snel, hè? Oeh. Nou, ik springt hij eruit. Ja, hij komt erop. Ja. Ja! Daar is hem. Ja, de koevoet staat wel klein, maar nou hangt je op de koevoet. Maar dat is prima. Anders ligt hij op de grond. Ja, maar dat is goed, maar de koevoet mag zo blijven staan, toch? Gelijk hij niet weg? Ja, hij is inderdaad zwaar. Doe iets jouw kant op? Maak de koevoet er maar onderuit. Ik kan hem even neerzetten. Ik had iets jouw kant op, hè? Ja. Hij is echt zwaar. Maar op, hoor. Ja. Dat is goed. Hij is echt zwaar. Oeh. Wat een zwaar koeien ding. Hoe gaan we die naar beneden krijgen? Ja joh. Hoe gaan we die naar beneden krijgen? Ja, met de kraan dacht ik zo. Dat een paar stroppen. Nou zijn we goed bezig. Dat denk ik ook, maar nou ga ik door. Oh nee, dat kan niet met de kerst. Jawel, maar dat kan wel. Kijk, jij kan hem kantelen toch? Zo? Nou, dan kan hij al naar buiten denk ik. Geweldig. Ja. Echt goed gelukt. We moeten hem niet laten tegenaan zetten, want het steekt spijkertjes uit. Zo, hij is eruit. Zet neer. Pats, helemaal kapot. Dat was hem, man. Plak gewoon heel erg. Dat gaat goed. Doe jij hem onderin eens naar buiten? Doe jij er alles tussen? Ja, Homer. Kun je iets trekken? Ja? Doe me los. Trek eens iets, die kant op. Nou, ik denk dat die er niet diep genoeg in zit. Kijk. De bovenkant ook, hè? Waar zit hij nog vast? Die is nog maar in. Ah, oh, hij is bovenin iets aan het verzakken. Kijk, dan breken we wel los van het kozijn. Tak. Hij is best mooi. Zo snel kan hij niet groeven. Klinkt heel spannend. Nou, pak die er maar aan. Wat dat? Hallo. Hey. Hoi. Met zeskant bouten.
Kun je er bijna? Nee. Losbreken. Die zit van binnen uit de schroef. Door! Kom, boek! Achter, ja, zo kan het. Ik weet niet of het gaat, hoor. Nee, het tilt er meteen op. Ja, als hij blijft hangen is het goed natuurlijk. 6, 7, 9. En 25. Zo. Hi. Ja. En wat nou als kan? Met een moeite hoor. Hang maar over de rand in de bovenkant. Ik zit allemaal het raam te kijken. En dan zie ik de namelijk zeg tegen Kai, dan moet ik naartoe en dan moet ik gaan werken. Ja. En dan zet ik jou ook even op de foto, hè? Ja, maar dat gaat toch niet af. Ben ik weer. Ik denk ik sla de lunch maar over, want het is al veel te laat weer nou. Jawel, ja, het was een interview. En volgens mij voor de Panorama, meen ik. Panorama magazine. Ja. Ja, dit is helemaal kaal, hè? Dat is goed zo. Alleen nou is het... Ja, we waren even aan het kijken. We zouden er meer isolatie bij tussen kunnen rollen, maar... Ik heb wel wat, maar niet zoveel meer. Dan gaan we nou ook niet meer geregeld krijgen. Sowieso moet toch... Daar binnen die betimmering en zo klopt straks toch al niet meer, omdat er andere ramen tussen komen. Dus misschien dat we dan, als we dan meer zouden willen isoleren, zouden we dan kunnen. Maar ja, de jongens zijn ook beneden al bezig, hè? Ja, daarom. Dus ik ga daar ik ga gauw mee helpen. Een heleboel. Een muurtje weg. Ja. Lekker man. Weet je wel? Hij valt er direct af. Wat doet die camera nou allemaal weer? Ik kom niet hard aan de rolbaan trekken. Nee, zeker niet. Doe 6,32 maken hè. Met een stukje eraan. Een pummelzagen met 17 centimeter draad.
Staat te lopen. Ja. Nou, hè? Hey, we gaan het kanon eraf tillen. Want ik zet vast een helm op, hè? Voor hetzelfde geld. Hey. Ja. Maar dat is wel handig, want ik denk dat de kar het heel fijn vindt als hij eraf is. De pick-up ook. En dan kunnen we gelijk deze even aan de kant rijden. En dan kunnen we daar bij de container bij. Dan kunnen we dat vuil even aandrukken met de loader dadelijk. En dan kan er nog wat meer bij. Want ze hebben in hun puinbakje nog van alles zitten wat er nog bij in moet. Dus. Ja. Zo'n loader hadden we eigenlijk ook nodig bij onze standaard uitrusting. Hè? Kijken hoe ver die omhoog komt. Stop hè. Laat het maar gewoon gaan. Oké, okay. Als je met je vingers staat tussen zit en die container hard. Die vallen zei ik. Ja. Oh, daar bij ons niet. Wat wil je met dat doen? Helemaal aan de zijkant daar. Zeg je? Helemaal naar links zwijgen, kan je misschien wel om. Dit is nou wel mooi, hè? Dat is het eerste wat in de nieuwe werkplaats komt. De kanon van de tank. Dat hij met de punt daarvoor op dat blok houdt, al echt wat rust. En dan doe ik voorzichtig de bak gewoon voorover zo. En op een gegeven moment aan schuift hij zo poep, naar die, aan het uiteinde weer. En dan kun je hem helemaal vlak bij de muur brengen. Dan moet je wel opletten dat hij niet in de kantine ligt. Ja. Met beleid is meestal zijn veel dingen niet moeilijk, hè? Je moet het gewoon niet gehaast doen. Gewoon heel rustig doen, heel veel kijken. Als je niet zeker weet, gewoon uitstappen, nog een keer kijken. En gewoon... We hebben geen haast, hè? We hoeven niet 20 van die kanonnen per dag naar binnen te rijden. Nee, okay. Nee, dus we kunnen beter de tijd voor nemen en niks kapot rijden. Wat altijd het allerbelangrijkste is ook dat niemand er ergens echt lelijk bij tussen zit of zo. Dat is altijd wel spannend. Dat, Ja, zeker met zo'n zwaar ding. Ja, ja, want voor hetzelfde geld denk je, oh ja, hij begint te bewegen. Ik hou hem wel even tegen. En spring je erbij tussen, maar ja, dat ding hou je niet even tegen. Dan zit je er gewoon tussen. Ja.
Daar huurt hij zijn buurman voor in. Ik zeg, kijk, morgen wel het keukenraam wat je aan het doen bent. Ja, nee, hartstikke bedankt, Jos. En ik ben welkom, hè, dat weet je en toch? En als vrouwtje mij dan loslaat, dan kom ik met deze kant in. Ja, ja, als je mag, als je weer mag. Ja, mag, ja. Wil je laars uitdoen als je voor de ene naar binnen gaat? Anders maar, dan mogen niet terugkomen misschien. Zo. Wat een drukke dag, hè. En de dag is nog echt nog een heel eind niet voorbij, want... Ze zitten nog steeds volop op het dak om het huis dicht te leggen. En ze willen ook lichtnokken er nog inleggen, geloof ik. Zo, dat wordt een latertje, want het is gewoon al 5:30. Tijd om af te sluiten eigenlijk. Ja, ondertussen hier gaat het ook gewoon volop verder. Kijk aan, joh. Oh, ze zijn zelfs met z'n drieën. Oh, mag ik mij aan het helpen? Nou, kijk dan. Dat de muur is gewoon al weg bijna. Het, ja. Het laatste randje. Super, hé. Lekker, man. Hier staan ze ook allemaal. Ja, inderdaad. Ik heb deze stenen molden. Goed van jou, Omaart. Heel goed gewerkt. Zo. Ja. Nou, joh, wat een partij werk dat er overal verzet is, joh. Ik heb het allemaal niet bij kunnen houden. Ik heb eigenlijk ook nog helemaal niet boven gekeken hoe het daar gaat. We hebben daar het dak mee afgebroken. En toen, die schuifdeuren losgemaakt. Ja, toen kwamen ze voor het interview, dus toen ben ik daar even mee bezig geweest. Daarna gelijk hier weer opgevlogen om al het puin en zo eruit te rijden. En net nog even de afvalcontainer aangedrukt met een loader. Oh ja, een kanon nog binnengelegd nog. Laten we nou nog even kijken wat er boven is gebeurd. Dus ja, Jasper, hoe lang blijf je nog? Oh, helemaal mijn bedrijf. Ik heb toch weekend, dus... Lekker. Ja. Het is gewoon al begonnen. Ja. Het is wel toepasselijk trouwens, want als jullie deze video zien, dan is het voor jullie ook weekend ongeveer. Tenzij je lid bent van onze Patreon natuurlijk, want dan heb je deze video al een stuk eerder gezien waarschijnlijk. Dus, ja. Maar alleen dat is nog even met een slag om de arm, hè? Want we moeten morgen even kijken met de edit en zo. Want jij bent er morgen niet, Tom. En nee, Bas is er misschien ook wel niet. En dan moet ik misschien niet de edit doen. En ik voorzie dat ze vanavond nog heel lang bezig zijn en dat ik nog aan het filmen ben, ook nog stukjes. Dus dan wordt de edit niet vanavond. En vannacht wil ik toch slapen, want morgen vroeg zijn ze waarschijnlijk weer vroeg. Dan heb ik ook geen tijd om te editen, dus dat wordt nog even een uitdaging. Dus, pas JP. Ja, die is even wagen zetten. Wat? Die is even bij Jeroen, want die vent die stond er voor met zijn wagen, die kon daar niet weg en Jeroen had die wagen daarachter gezet. Oh, ja, dat ook nog. Oké, okay. Laten we even gauw boven kijken, hè, want jij moet ook weg, Tom. Huh? Hoe gaat die? Ja, druk. Godverdikke ja, jullie gaan tot laat door vandaag. Ja, dat denk ik wel, ja. Ai, ai. En eten, hebben jullie al iets verzonnen? Of, nee, nog helemaal niks. Oh, dan moeten we toch maar. Dan moeten we daar even wat gaan regelen dan eigenlijk wel. Hoeveel zijn jullie? Met z'n vieren. Oké, okay, dan moeten we straks even verzinnen. Jullie gaan dit gaan niet dichtleggen vandaag helemaal. Dat wordt daar. Ja, die hebben goed licht op de kraan natuurlijk. Ja, dus, daarom. We kunnen maar even licht door. Zo, nou. Ik kom daar nog wel een keer kijken. Tom, jij moet er niet van gaan, dus ja. Ik zeg tegen jou alvast houdoe en bedankt. En dan tot de volgende natuurlijk. Hè? Ja, volgende week maandag, dan begint mijn stage weer. Zo, ja, jij komt dan ook stage. Ja, dan begint maandag begint mijn stage en dan ben ik hier fulltime. 5 dagen in de week, elke dag. Daar hebben wij een hele tijd naar uitgekeken, jongen. Ja, ik ook. Ik ook in ieder geval wel, ja. Dat is goed om te horen. Ja. Fijn, dat is nog zo goed nieuws. Ja, dat is Ik denk dat een heleboel mensen daar ook goed nieuws vinden. Ja, het is voor mij ook vooral fijn, dan kun je een ritme erin houden vooral, hè. Het is zo, elke het is dag. Zo. Super. Blijf op de hoogte van de projecten, anders, net zoals vandaag, kom ik hier aan. Ligt hier een compleet dak op opeens, ja. Ja, ja, even één dagje niet, rabbelen bam, ja. De hele dag ligt erop. Ja, de dat ging ook nog opgehaald. Echt snel, ja, ook al, ja, daar was je ook niet bij, nee ja, goh. Daarom. Maar bij het kanon erin zetten ben je er wel bij. Want dat is toch wel iets dat moeten we deze zomer wel gaan doen, toch? Ja. Yeah. Dat gaan we met de BNP ook doen, hè? Nou, ik denk dat wij daar nog iets anders voor hebben nog. Ja. Want, die oude gordingen waren lager dan de nieuwe, zeg maar. Dus die nieuwe moet even iets recht te maken. Ja, je hebt de balkjes tegenaan geschroefd. Ja, gewoon een vakantine tegenaan. En dan gewoon al blij mee. Dan over de panelen een beetje recht liggen. Wel, dat komt wel goed. Zo, wanneer ga je het water erop huisje, denk je? Bijna, denk ik. Want deze kant is bijna klaar. Nog eentje erbovenin. En dan aan de andere kant volgens mij ook nog één randje. En dan kan het dak erop. Zo, nou kijk. Gelukkig, joh. Mooi dat jullie ook even doorknallen. Want anders dan mocht het niet gaan regenen vanavond en vannacht.
Ja, jullie hebben wel goed weer gehad vandaag. Ja, heel goed. Eigenlijk best wel heel veel geluk gehad, hoor. Ja, ja. Beetje spetjes, maar een paar maakt niet uit. Van die motregen zo, maar ja. Niet, niks ernstigs. Nee. Uitjes maakt niet uit. Ik kan het wel hebben. Wat we erbij hebben natuurlijk, hè. Daarom. Dan hebben we ook nog tot nou toe aardig. Dus. Ja, dat is mooi. Ja, joh. Goed. Hey, maar we gaan het zo wel afsluiten. Ja, het zit er weer op. Zo is het. Het is ruim tijd ook al. Ik ga dadelijk iets eten, kijken of ik iets kan regelen voor die mannen ook. En dan, ja. Jij gaat op huis op aan. Ja, zo langzamerhand. Ja, hartstikke bedankt voor jouw hulp natuurlijk ook weer vandaag. Ja, graag gedaan. Echt een hoop werk gezet zo. Ja, het is echt, de uur is bijna weg. Kijk ook, ja, maar hier ook alles leeg gereden en zo. De puin allemaal opgeruimd. Hier ook. Oh. Ja, Jasper, jij ook nog hartstikke bedankt natuurlijk, ja. Hè? Zo, hoe werk gezet vandaag? Ja, dat wel, ja. Ja, echt super. Ja, ik heb het allemaal niet bij kunnen houden gewoon met overal bij zijn en zo. Dus ik moest echt even een rondje maken om te kijken wat er allemaal gebeurd was vandaag. Want het is echt super. Hé, hey, maar ik ga het wel afsluiten. Ja, de video nog niet. Ik ga eigenlijk nog op boven filmen ook nog. Dus ja. Hartstikke bedankt. En tot de volgende, jongens. Ja, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Hey! Hey.
jou, William. Laatste plaat, denk ik, hè? Ja. Nou. Dicht! Oh, en het begint net te regenen! Beetje vuur, vuur! Ja. Veel zo dadelijk, denk ik niet! Wat een dikke! Precies op tijd, het begint ook echt net te regenen! Ja. Heb je getimed? Ja, dat is zeker getimed. Zo, de camera heeft er meer last van. Nou is het te scherp. Oh, licht bij de. Is het, jongens? Ja, dat heb ik eigenlijk ook nog niet bekeken. Half elf. Ja. Half elf. Nou, een lange dag geweest, joh. Maar het ligt allemaal dicht, hè? Het zit erop, ja. Super. Maar, en nou, hebben jullie nou nog tijd voor een pilsje? Nou, klein kwartiertje kan wel toch? Moet eigenlijk wel, hè? Ja. Laten we dat doen. En dan gaan we gelijk de video nou ook afsluiten. Dus, hartstikke bedankt voor het hele harde werk. En zo laat nog. Ik kijk even op de camera, want hij af en toe wordt hij een beetje onscherp. Maar nou is het weer goed. Dus, ja, wel mooi. Ja, super, hé. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan, hè. Kijk, top. Ja, en jij ook nog bedankt natuurlijk, hè. Ook nog tot het laatste moment mee aan het sjouwen geweest. Ook maar een pilsje drinken dan, hè. Oh, jammer. Nou, verdorie, zeker. Hey, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Morgen bij daglicht gaan we de boel bewonderen. En dan komen ook nog de lichtnokken erin. Hè? Dan wordt het helemaal afgewerkt. Dus dan gaan we even kijken. Oeh. Zo. Hey. Proost. Ja, heel zeker. Ja, hey, proost jongens. Wat harde werk allemaal. Heel zeker hoor. Proost.